Dan slaap je lekker in je auto. Kijk, ik en mijn ouders met de playbutton en de datum. Kijk hoe dik. Weet jullie hoeveel flesjes dit zijn? Gaat hier. Kom op, Suzanne. 2, 3, je bent te traag. Wie zou jij eerder op zijn bek slaan puur door het uiterlijk? Ja. Filmen, dit is zo gaaf. Dit is zo gaaf. Okay. Dit is echt erg, hè? You go, bro! Is dat het? Meer. Reflimiter. Reflimiter. Hey, Quinn. Hey, Don. Jij heet op YouTube Uber Quinn. Ja. En jij gaat taxi spelen vandaag als een Uber Quinn. Ja. Dus Uber Quinn is vandaag mijn Uber. Uber Quinn, helemaal welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben nog gewoon bezopen van gisteravond, terwijl het is 12:30 's middag. Ik heb voor het eerst in 3 weken eindelijk weer helemaal mijn kop eraf kunnen zuipen. En dat is fantastisch, hè? Met Dennis en met Mees, die ligt boven van Pampus. Ik kan niet zo bed uitkomen, dus die gaat niet met ons op pad. Ik heb net deze fantastische Audi meegekregen. Het wordt leuk, hè? Ja, ook is er ook bij. En, kijk. Dikke bak, jongen. Wat een ding, hè? Dus we gaan even kijken bij Joris en Giel van Focus. En die hebben een heel vet doel gemaakt. Nou, dat is ons doel vandaag, dat we naar het doel gaan. Ja. Nou, daar beginnen we mee. En binnenkort gaan we ook naar het doel, in België. Ja. Wow. En Jan is... Ja, we gaan eerst even... Jan! Jan! Ik had de deur op slot gedraaid. Ik hoorde de deur dicht gaan. Ik had de deur op slot gedraaid. Kut. Ja, omdat ik nog even verstrooid ben. Hoe is het dan, Jan? Ja, kut jongen. Je gaat me niet opsluiten in het stinkhok. Nee, met Mees. Mees zit hier. Ja. Ik val niet door dat raam, gek. Jongen. Nou, wegwezen. Oh, moet ik weg zijn? Ja, anders kan je niet werken natuurlijk. Nee. Dan gaan we weer te slap lullen. Wat vind je nou van zo'n RS3, Jan? Ik vind het echt zielig. Hoezo ben je het zielig? Dat is echt voor jochies die... Ja, net van de driewielen afkomen. Hoezo? Dat is geen echte auto, joh. Het is 400 pk 5-cilinder. Dat is een Audi Quattro 5-cilinder. Ja, dat is een legend. Er niet in. Ja. Dat is een legende, de 5-cilinder. Als je over een heuvel, verkeersheuvel gaat, joh, dan stuit hij alle kanten op. Ja. Kom op, dat is geen auto, joh. Ja, hij past wel goed bij hem, vind je niet? Hoe heet hij? Hoe? Okkie Pepernoot. Okkie Pepernoot. Dat is een hele pittige noot om te raken met je gitaar, hè? De pepernoot. Met je gitaar? Ja, joh, weet ik wat ik lul, man. Wij gaan er vandoor. Snaar, je bedoelt een snaar. Een gevoelige snaar. Ja. Oh, ik word helemaal snaar van. Van dit. Ja. Nou. Ik heb het die Quinn allemaal bij zich heeft. Ja, hij heeft een tas met dildo's bij hem. Dit. Nou, ga maar liggen. Moet ik gaan liggen? Ja, ik dacht dat is een keer voor de Hij is de dominant, hoor. Hij stopt die dildo aan jou reed. Zo'n auto met massagestoelen. Hoe oud ben je helemaal? Hij heeft een massagestoelen en een panorama. Dat is echt voor oude verdagen. Dan sluit je lekker in zijn auto. Je auto is om te scheuren, gek. Niet om gemasseerd te worden. Nou, daarom heeft hij ze ook niet. Maar dat is een tijdse massagestoel. Ja, en vergeet die crashtest niet waar we het over hadden. Met Dom. Wat dan? Ja, nou ja. Dat legt hij straks wel uit. Maar we gaan even tegen een boom aan rijden. Nou, zo voel ik me of ik daar tegenaan gereden ben. Dus... Ja, zo voel je zo hier ook uit. Ja. Mijn bek ziet er al verbrouwereerd uit. Nou, jongens, we gaan. Ook heeft een nieuwe zonnebril. Hij is mooi. En perfect voor dit lekkere weertje. Ja, hè? Ja, man. Kom. Eén camera. Twee camera. Drie camera. En vier camera. Nou, dat vind ik nou weer testisch, mate. Hey, gaan we lekker op pad vandaag. Hallo, mevrouw. Deze dag is... Oh, ik heb ze gewoon niet om, hoor. Ja, het zal een keer niet anders zijn, man. Ik ben in een hele goede stemming, man. Ik ben gisteravond geweest in Amsterdam. En ik heb met een leuke vrouwelijke beveiliger lekker staan praten. Ze is een beetje leeftijd van mijn moeder. En ik heb helemaal de accent overgenomen. Leuke vrouw, lekker sociaal praatje gemaakt. Jongens, geen rare dingen achterlaten in de comments. Want dat was het niet. Het was gewoon echt vriendschappelijk. Dus het was hartstikke leuk, joh. En nou gaan we eens naar een doel toe. En dat doel is gemaakt. Hey, ik ben het kwijt. Zo'n goede stemming. Gewoon wat ik gisteren, of eigenlijk afgelopen dagen heb meegemaakt. Heeft me zoveel energie gegeven. Ik vind het helemaal fantastisch. Nee, dat is een mooie Renault RS. De akker! Akker, ik heb een cadeautje gehad, man! Ja, man. Kijk, dat is fucking leuk. Kun je even zijn eigen sieradenmerk. En dat loopt best wel lekker laat zijn, denk ik, een cadeautje gehad. Deze ketting is zwaar master. Kijk, ik en mijn ouders met de playbutton en de datum waarop ik de 1 miljoen heb gehaald. Nou, Quinn. Highbox. Nou, daar zijn we op de voetbalclub. Moet ik doorgaan met Amsterdam, dus moet ik stoppen. Ik bel Giel, hij neemt niet op. Giel, we zijn er. Bro.
piep. Daar is die. Gegroet, mijn broeder. Hallo, gegroet. Die gate is dicht. Al leuk content kunnen maken met Joris? Ja, zeker man. Zeker weten. Oh, wel, als ik dronken lijk, dat ben ik ook. Wat heb je gedaan? Van gisteren nog, maat. Van gisteren? Alleen maar naar Sambuca en vodka gezeten. Oh, ik vlog ook met mijn oude camera, want die liep nog bij Dennis in zijn auto. Maar gelukkig had ik mijn SD-kaart eruit gehaald. Ik weet niet. Sambuca, gast. Heb je moeten overgeven. Als ik dat hoor, als ik zo'n boeken hoor, dan gaat mijn maag echt drie keer zo heen en weer. Jou, jou niet van anijsdropachtige smaak. Iemand heeft altijd één sterke drank, maar die gewoon één keer zo bad is gegaan, dat dan nooit meer. Dus bij jou zo'n boeken? Bij mij zo'n boeken. Vreemd. Mallorca of zo was dat. Nou, maar heb je het wel afgeleerd dan? Ja, wel afgeleerd. Ik heb dus een vriend, die wordt gek als hij op putten gaat staan. Die staat nooit op putten. Die is bang dat hij er doorheen zakt. Maar het heeft geen zin. Want daaronder loopt ook riolering. Dus er kan overal een sinkhole-achtig idee ontstaan. Maar hij wordt dus ook boos als ik op een put ga staan en op ga springen. En dat snap ik nou niet. En dit, jongens, is een echte midlife crisis. Jezus, is dat doel gaaf gemaakt, zeg. Dat is vet, fucking vet. Kijk hoe dik. Weet jullie hoeveel flesjes dit zijn? Meer als 1000. Meer als 1000, ja? Dus er ligt hier gewoon €150 aan statiegeld, jongens. Dit doel. Kijk dan. Wat vet, original en Le Mans Limoen. Helemaal gaaf, hè? Kijk, helemaal zelf een doel. Oh, zo! Ik kreeg een zieke statische schok. Holy shit! Nou, hier is een balletje tegenaan gegaan, denk ik. Wat ziek, hè? Kijk hoe hij dat gemaakt heeft. Allemaal gaatjes geboord in die flesjes. Ja, wacht, we kunnen dat een beetje zien. Hier zo, kijk. Kijk hoe het gemaakt is, joh. Nou, schiet er eens een balletje in, Joris. Ja, deze kruising. Niet in de kruising, maar hij is wel... Nee, was niet goedgekeurd. Nou, ook even kijken of je met die stinky Yeezys van je balletje kan raken. Oh, zonder Yeezys, dat kan ook. Ram hem even in dat goal. In dat goal. Hier, Giel zet een focusfles erop, moet jij eraf schieten? Ja, goed. Doe je best. 3, 2, 1. Oh, jou ook. Kun je gelijk gaan lopen, ben je gelijk warm. Ik ga voor jullie zwaar master maken deze bal. We doen een crossbar challenge. Ze gaan flits typen. Oh, de crossbar man. Dan gaan we schieten man. In één keer zwaar. Raak hem. Kut, even opnieuw. Ja, ik blijf gewoon doorfilmen. Nog helemaal, even nog één keer je Gino Pietermaai praatje dan hè. Ja. Hoort er wel bij. Ik moet helemaal opnieuw doen. Nou, weet jij wel. Het volume is anders, ja. Melk ja, is wat dikker. Zeker gewoon zachter. Gewoon zacht. Ja, nou, ja, dat is wel nice. De ultieme trickshot. Ja. Hey, wel op de lat. Hey, ja. Komt die omhaaltje. Die is goed. Oh! Oh, dat was wel lekker... Ja, dat is zeer, hè? Wel mooi toen, bruin. Is dat mijn camera? Ja. Oké, Joris. Als je de lat raakt, druk ik 10 keer op. Maak er 20 van. 15, dan hebben we een deal. 20, oké, is goed, 15. Ja, ik maar dan moet ik wel raken. Van chest day. Okay. Maar wel nu in één keer raken. Ik raak als ik schiet. Hang er! Nee, man. Maar nu is het ook andersom natuurlijk. Als ik hem raak, moet jij 15 keer opdrukken. Oké, is goed. Precies. Nou, 15 of 20? 20. Toch? Wat? Zeiden we. Wat? Nee, ja, nee, ik moest nee, net ook 20. Nee. Voor mij was 15. Ik hoorde 15. Ga maar vast in de houding. Ja, Gordon, nou, ik ook. Nee, ik ook. Nee, ja, nee, wel. Volgens mij wel. Volgens mij wel. Dat was geen hit, toch? Nou, doe dan de helft. 7,5. Dat was toch geen hit? Okay. Ja, maar hoorde jij hem niet? Eerlijk. Hij schaafde. Ik hoorde hem. Ik dacht dat het door. Hij schaafde. Jongens, mening? Ik hoorde hem. Dat is een vervelende toch. Ja, okay. Anders dus zeggen we je ambassadeurschap op bij Focus. Ja, dat is niet anders. Hoe vet joh, je hebt ook gewoon je naam op je handschoenen staan. Ja. Yeah. Ik ben keeper hè. Echt? Nee. Oh. Oké, 6,5. Nou. Maar wat is een halve? Hij maakt allemaal grapjes, hij is net de joker. 90 graden die armen. Wat is een halve? Ja, maar niet leuk. Je hebt ook sommige mensen die drukken zo op, weet je wel. Ja, dat ben ik niet. Kijk hem gaan. 3, 4, 5. Hij begint op 6, 7,5. Is dat het? Hè? Dat was een 7,5 zei je? Nee, volgens mij was 6. Maar nu wil ik nog een keer. Ja, nu wil ik nog een keer. Oké, nu voor 10 keer opdrukken. So take me on, baby. Yeah. We hebben geen muziek, anders krijg ik copyright. Oh! Hoorde je hem ook?
Eerlijk? Ja, dat is voor Joris. Mijn hamstring. Krap. Ik had hem zo mooi. Nu al, dan komt er al die alcohol, joh. Ja, ik heb nul balans. Ik viel echt best hard trouwens. Ja, ik viel niet nog. Daarom ben ik ook, vond ik het ook grappig. Oh, zo. Dus even, je zou zo kunnen opdrukken. Oh. Nu nog voor jou. Ja. Voor 10 keer. Werk vice versa. Hop. Ja, die was... Dat was maar geen wat schaaf. Was er? Ja, ja. Dat was geen schaaf. Kom, ik heb het ja, gaat hij weer. Kom op, Jean, 2, 3, je bent te traag. Poek. Goed gedaan. Hoe hoog leg jij de lat? Heb je elk flesje apart geboord, touwtje doorheen? Ja joh. Vet hoor. 1000 keren. 1000. Ja, omhaal, Quinn. Ah, moet hoog. Zo, dat wordt helemaal niks. Nou, we willen nog wel even iemand moet een Ibrahimovic doen of een Ronaldotje. Anders wordt het helemaal niks. Oh, gaan we maar recht proberen. Ja, opdrukken, Joris. Oh! Ja, die was lekker hoor. Die was wel lekker, ja. Ja, joh. Zo! Oh, nog een keer. Die was wel ziek. Kijk, dat is echt te werk, vriend. Oh! Ik hoop niet dat je zo symmetrisch bent dat je elk flesje naar voren had gezet, toch? Of wel? Gisteren toevallig wel, voor het eindshot. Ja, echt? Ja, ja, ja? Ja, we werden niet heel lang bezig. Een tiertje. Dus het valt mee. Valt mee. Ja, allemaal doorboren. Super gaaf hoor. Maar ze zat eerst allemaal zo. Want dus nu door die bal gaat natuurlijk. Ja, nou ja, ik ben hier ook toe moeten rijden. Dus een uurtje, kwartier. Ja, heb je dit in een trailer? Vroeger heb je dit gedaan? Een vrachtwagen? Ja, maar, ja, het is een klein vrachtwagentje. Gek. Dus, dat is een grote bestelbus ideeën. Ja, maar dan met platte bak. Dus echt wel heel lijp. Ja, dus ik denk dat heel veel mensen altijd te kijken van wat de fuck doet die goal. Maar het doel heb je gewoon gekocht? Deze heb ik gekocht, gewoon een marktplaats. Allemaal gaten geboord hier. Ja. Overal gaatje ingeboord in die flesjes. Maar waren ze, zijn ze allemaal leeggelopen toen je erin boorde? Of? Ja, opgedronken. En ja, gaten door, hierdoor. Allemaal tie-rappen. 2000 tie-rappers. 2000? Ja, minimaal. Ja, dat klopt helemaal. Maar gaat er naar jou toe, of niet? Ah, dan gaat uiteindelijk naar mijn achtertuin, ja. Was wel werk. Ja, dat geloof ik wel. Ja, leuk gebouwd. Okke zit er weer te frummelen eraan. Je moet altijd even alles ruiken en voelen. Hé, wat? Nou hoor, daar zitten we met het hele gezin. Quinn is heel moe ineens. Mees, hey Mees, wakker? Hoe voel jij je? Helemaal goed. Jij voel je niet meer dronken. Ja, nou, hij begint nu wel nuchterder te worden. Ja, voel je nog dronken? Nee. Nee. Hij ziet er wel zo uit. Ja, en ik zit hier naast mijn toekomstige man. Wij gaan trouwen, heb ik gehoord. Motherfucker. Ben je zwanger geraakt dan? Ja, ik ga een enorme... dikke drol uitpoepen. Die op jou lijkt, hoop ik dan. Hij ruikt naar jou in ieder geval. Wat vind jij het meer stinken? Dat een geur van de achterkant of een geur van de voorkant? Dan mag je zo bepalen of een man of vrouw is. Een lichaamsgeur bedoel je? Ja. Gewoon van die smetlucht, weet je wel. Ja, ik hou van vis, dus ik vind die voorkant beter. Jij houdt van een lekker rossampie. Ja, ik hou niet van een broodje poep, jij wel? Nee. Een broodje poep, dan moet je bij oma Willem zijn, hè? Ja, oma Willem. Ja, oma Willem. Laten we Jan een keer een scoopje geven, dan. Dan zeg gewoon dat het limonade is. Dan zit hij helemaal straks... zit Jan helemaal zo boven die polijs boven weer bezig, hoor. Dan zit hij helemaal... Ga je overal, ga je... Zelfs op je leuten, Jan, dat vind je wel lekker. Je gaat overal tintelen van die zooi. Moet je het opsmeren of moet je het doorslikken? Je moet het gewoon opdrinken. Oh, opdrinken? Ja. Of je kan hem ook droog scoopen en dan... Je tintelt het dan net zo hard. Ja, dan gaat die tintel hoor. Dan ben je echt bang dat je wat hebt. We ruiken maar eens aan. Als jij een pre-workout neemt, dan kan je hem echt opvegen hoor. Oh, godverdomme. Ja, dat is sterk. Het is gewoon een hele zoete limo als je dat neemt. Nee, houd maar bij je kaasbroodje. Dat is goed voor je... Probeerde je vorige keer ook met Jesse James mij aan te smeren? Of weet je? Wat er? Jesse James. Jesse? Met Jesse. Oh, dat Jesse dit je probeerde aan te smeren, ja. Nee, ja, jij, toen hij erbij was. Oh, ja, dat klopt. Hij had dat blik vast, maar dat blik was veel groter, toch, toen? Ja, maar dat was, dat was bulk. Oh. Dat was een goede lekker pot. Jan, als je nou goed kijkt naar Mees en naar Okke. Wie zou jij eerder op zijn bek slaan puur door het uiterlijk? Gewoon, wie heeft meer hij kijkt dan naar mij. Een gezicht om in elkaar te mappen? Hoe heet die? Mees. Hoezo? Ja, je hebt echt zo'n kop om in elkaar te rammen. Jouw neus valt ook niet te missen hoor, dus...
Nou, maar daar heb ik het niet over. Dat weet ik wel. Probeer hem maar eens te raken. Oh, heb ik hier wat laten ontstaan, jongens, of niet? Nee, ik zou Martin Moreel nooit pijn doen. Nee. Nee, niet fysiek. Ik jou wel. En Okker dan? Wie staat daar voor de bel? Red door de bel, jongen. Dat zijn, red door de bel. Red door de bel. Save by the bell, man. Hey, maar wat is dit voor een drama-broodje, jongen? Ja, die kruimels overal. Maar daarvoor hebben we een kruimeldief, Jan. Hier, kijk ook je leuten erin. Dus dat is lekker hoor, sorry. Heb je alleen maar deze maat om? Heb je nog nodig? Ja, hier past toch niks in, joh? Morgen. Goedemorgen. Ja. Jongens, dit is Jan, dit is mijn suikeroom. Ik wil even een drooikopje uitdoen, anders gaat die bel heel lang aan. Ja, de verschrikkelijke bel. Hoi. Helemaal leuk. Dit is Jan, dit is mijn biologische vader, dit. Biologische vader? Dit is mijn biologische vader. Ja. Ik ben ooit mijn zaad verloren. Ja. Bij Wans ook niet. Oh, wat is die erg, hè? Zo, Jan, er is weer werk aan de winkel geweest, hè? Ja. Ja, dit is wel gaaf, dames en heren. Binnenkomen, hè? De podcaststudio begint echt wat te worden, nou. Kijk dan, hè? Schermpje erin. Wat gaaf. Er zit nu ook gewoon een scherm in. De diffusermuur. Gaaf, hoor. En Jan gaat nog bezighouden met kabelgoten. Ja, zal je zo maar niet nog. En dan nog wat apparatuur erin, hè? Maar niet zelf in de begroot belanden, hè? Dat gaan we niet doen, hè? Maar ik denk dat jij in de goot terechtkomt. Hoezo? Dat ik met mee omga. Ja, met al die facturen. Nou ja, jij wordt er beter van. Jij rijdt binnenkort ook een RS6 en ik moet hem verkopen. Nou, ik heb al een bod genomen voor jou. Ja, pak de sleutel maar, die ligt toch op de aanrecht. Voor 20 mil kreeg ik die groene kever erbij erin. Maar 20 mil. Ja, 20 miljoen. Dan is het goed. Ja, lieres. Hé, hey, meisjes, wel vet. Ja, jij bent ook naar de ratten, jij, hè? Het is heel mooi. Het is heel mooi, ja. Het is net een portaal, jongens. Kijk nou hoe fantastisch Jan dit gemaakt heeft. Wat gaat die podcast vet worden. Linkje staat in de beschrijving. Al wil je vast abonneren op de podcast. Hé, hey, en anders niks. Kijk, dat gat, jongen. Ja, ja. Ik ga niet tot 9 uur wachten om te eten, hoor. Ik kan toch nu alvast wat eten? Tijd door toch al? Ik ga toch hier niet slapen? Ik slaap toch thuis? Je wilde hier slapen, zei je? Nooit gezien. Echt wel, vrijdag zei je dat. Je hebt vanmiddag al de hele middag liggen slapen, man. Je ligt alleen maar te slapen en tevreden. Wat doe je voor de rest met je leven? Beetje porno kijken, dit is kijken, onze schouder. Doe even rustig op de bed. Hé, ik heb dat laken net gebruikt. Ja, maar niet uit. Ik heb hem ook al een keer gebruikt, dus. Nee, maar ik ga helemaal niet slapen. Bro, jij hebt een paar dagen geleden aan mij gevraagd of je hier kan slapen. Nee, bro, zou ik eens uitleggen? Ik zou. Nee, niet... oké, fuck it. Ik heb deze discussie gewoon niet aan. We gaan eten straks bij Dennis. Ik ga deze discussie niet. Je gaat toch gewoon mee naar Dennis? Bro, ik ga niet tot fucking 9 uur wachten. Nee, maar je kan toch alvast wat eten, maar je gaat mee naar Dennis, toch? Maar ik ga toch niet om 9 uur dachten, we gaan om 6 uur bij Dennis eten. Nou, pak ik de bus, ga ik naar huis. Want ik had met je afgesproken, ja, was, ik zou de weekje blijven slapen. Maar ik zou maandag naar huis gaan om te wassen. Om te gaan opruimen. Ja. En dat hebben we afgesproken. Ja, is maar... goed. Maar je blijft doorgaan. Terwijl ik al zeg, een eetje kan je alvast wat eten als je wil. Ik ga toch niet. Ja, het is net een vrouw, joh. Niet te zeiken als een dame gewoon. Kom hier. Kijk nou weer. Pas nou op, want die panelen. Welke panelen? Nee, dit ding zit los en dan klappert hij straks daaraan. Maar je kan alvast wat eten, maar ga je mee naar Dennis? Gezellig vind ik dat. Dat is mijn vraag. Sowieso, je blijft maar doorgaan over een onderwerp. Ik ga eerder naar Dennis. Ja, dat is goed, want Okker en ik moeten zo trainen met Roy. Jongen, god. Ah, Teddy. Ik heb nog steeds een vieze broek aan al 2 dagen. Ja, hoef je niet te zeggen, dat ruiken we al. Jan, er staan, hoor. Kunnen we niet te dichtbij komen? Ja, ik neem afstand, ik kom bij jou staan. Maar ik heb net nog lekker gedoucht. Hier geurt het lekker. Hij is eigenlijk een soort, als je hem aansteekt, is het gewoon een geurkaars. Ja, ja. Maar dan wel de verkeerde kant van de geur. Ja, en dan steek je hem daaraan bij zijn lontje. Ja. Hij heeft last van een kort lontje. Als je dat nog kan vinden. Soms moet hij hem uit zijn buik trekken. Ja. Nee, meestal heeft een prima penis. Om het heel net te zeggen. Ja? Ja. Ik kan hem zo natekenen. Besneden? Nee. Oh, het is gewoon een vierkantje. Is gewoon een vierkantje. Hij heeft te veel Minecraft gespeeld. Maar jij kunt hem toch natekenen? Ja. Oh, nou, en dan moet je kijken. Zit ik met dat doel opgescheept in mijn tuin? Moet ik daar nou weer mee, Jan? Wat moet ik daar nou weer mee? Het is, mijn tuin is toch net een vuilnisbelt? Ja. Een soort verwilderd dorp. Nee, het is een vuilnisbelt. Oh. Het is niet net een vuilnisbelt. Ho, wacht even. Het vuilnisbelt. Ja, die woordgrappen die moet je niet doen. Die woordgrappen die zijn echt niet... Dat doe je maar met, hoe heet die ook weer? Met die gele...
Happy Miloto. Met Roy. Met Roy, joh. Roy staat naar boord. Schatten. Maar je weet dat als die camera uitgaat, dames en heren. Parkeren, dat... was strak. Als ik de camera uitdoet, ligt zit Jan te lachen, maar met de camera aan laten zich niet kennen hoor. Dan vindt hij woordgrap ineens niet meer leuk. Maar hij is hier wel al te graag hoor, die Jan. Ja, ja. Als ik aan Jan vraag, wat vind je nou eigenlijk van mij? Dan zegt hij, dan ga ik niet zeggen, want dan streel ik je ego te veel. Maar als ze je ooit aanraken, maak ik ze dood. Ja, dat is wel waar. Dat is wel waar. Maar dat was een maand geleden. In de tussentijd heb ik in de kliniek gezeten om een beetje bij te komen. Als je hier vandaan komt, heb je bijna elke keer schizofrenie gehad. Ja, ik moet me morgen weer melden. 9 uur. Ja, en dan moet je al je pillen innemen. Ja, dan gaan ze controleren. Ja, en elke keer krijg je dat blauwe pilletje en loop jij weer... Hartfilmpje. Hartfilmpje, oh, is het zo erg? Ja, dat is opwindend, hè. Daar heb ik geen blauw pilletje voor nodig. Ze gaan bijna beginnen aan die tuin, hè. Kun je het geloven? Ik kan het niet geloven. Nee. Ik leef hier al een jaar in een soort verschrikkelijk verwilderd, vervuild oerwoud. Wow, ik vind het wel echt iets natuurlijks hebben. Ja, ik laat de natuur wel zijn gang gaan. Het is wel CO2 opnemend. Al het gras en de bomen, niks is gesnoeid. Het plastic en al het afval, weet je. Daar heb je ook een organische bank. Die is spontaan gegroeid. Die is veilig, zie je? Ja, die heeft de stijgers. Daar heeft ook daar nog een gele... Wat is dat, een ringslang? Of is het een bezem? Oh, ja, dat is een bezem. Een bezem. Ook die stijger, ja. Ja. Ja, nog wat meer van die dingen. Ja, we moeten er nog wat aan doen. Oh, dit is trouwens ook wel mooi, die ruïne daar. Die ruïne, ja. Die bank die in de fik is gevlogen. Ja, dat ziet er wel een beetje een oorlogsverveeltje. Dat heb je beter weggehaald. Maar de hele wereld is in je tuin, hè? Ja, ja. Ja. Kom. Jongens, is een Harry Potter als ons bediening. Oh, buddy. Kadibi. Kijk, hij gaat zo. Zo zit het fijn. Quinn, kan je het uitleggen wat die auto nou deed? Hadden we eigenlijk eerder moeten filmen. Dit is zo gaaf. Ja, dit is zo gaaf. Oké. Okay. Nou, de auto die heeft dus een heel leuk ding. Als je hem op slot doet, dan geeft hij niet echt een licht zo. Kijk, er gebeurt niet zoveel. Maar als je hem open doet, dan zegt hij hallo tegen je. En dat doet hij vooral hier. Let op, kijk of jullie het zien. Racevlag. Kijk, heel RS3 ding. Racevlag. Nog één keer. Je ziet dus RS3 racevlag. Hoe sick is dat? Let als op. Als je deze veel lager doet, dan zie je het beter. Deze, zo. Oké, komt ie. Gaat hij open? Wat ontzettend gaaf. Zo, op camera zie je dat echt heel goed. Ja, als het beeldscherm donker gezet wordt. Door zoiets zou ik een auto kopen. Ja. Geen grap. Door zoiets zou ik verkocht zijn. Ik vind sowieso een waanzinnige auto. Hoe goed. Deze auto is niet normaal. Niet normaal. Hey, misschien bezorgt hij ook wel Focus Drink. Dat kan je halen bij de Jumbo. Dat kan, dat iemand gewoon besteld heeft. Ja, dat is toch grappig. Maar jij gaat naar huis, hè? Ja. Dat is goed. Maat, super bedankt. Geen probleem. Voor de dag, was gezellig. Oké, jou ook bedankt. No problem. Ja, was gezellig. Voor niks eigenlijk. Ik zit jou ook te bedanken. Jij zegt gewoon geen probleem. Ik heb helemaal niks gedaan. Ik heb eigenlijk een beetje achterin gezeten, gekeken. Anders niks. Hou je van dat toetje? Hou je van Mona Lisa? Ja man, Lisa houdt van Mona. Ik zeg je heel eerlijk, het staat wel een soort gezellig of zo dat doel in mijn tuin. Kijk dan, want een circus joh met die kratten zo. Is lekker kleurrijk gewoon, ik vind het leuk. Vind jij het nou ook leuk? Laat weten in de comments. Ik voel een beetje die techno beat opkomen of gewoon een soort lekker setje. Het is tijd om te knallen in de gym. Laat zien, maat, laat zien. Roy, dit was toen ik ziek was laatst, heb ik een hele plofkop. Heel erg. Ik heb een ergere foto, want dit was niet mijn ergste dag. Ik denk als je dit ziet, moet pissen in broek van het lachen. Ja, nu wel. Nu kunnen we erom lachen, ja. Maar toen dacht ik echt dat je laatste loodje aan het leggen was. Kijk deze foto. Dit is echt, echt erg, hè. Het is niet normaal. Laat ze aan Hidde zien. Hidde, dit is insane. Je kent het gewoon niet. Nee, jij kent hem niet. Dat is echt serieus. Laat zien die foto. Gast, ik was ziek, jongen. Mijn ogen helemaal vol met vochtval, dat rechteroog. Jezus. Helemaal opgezollen harsjes. Je bent er goed uitgekomen. Ja. Je hebt hard gevochten. Ja. Ja, voor mijn leven. Gevochten. Jezus. Ik ben blij dat ik daar voor vocht. Ik ook. Voor vocht. Oh. Je snapt hem niet, of wel? Ja, voor vocht. Kijk die triceps even, jongen, van die buikert. Life of a baller. Zo, we willen die gele kanaries even op horen starten hoor. Hey. God, je hebt mooi weer gehad even vandaag om te scheuren. Zo, niet normaal. Niet normaal. Ja, geen... Geen veldje aan de lucht. Geen veldje aan de lucht. Wel aan je aars, weet je wel. Maar dat zit niet in de lucht, hè. Dat zit gewoon vast in de boel. Er zit al lucht aan. Als ik het bamboetje laat wel, ja. Ik ga hier wel zeggen.
Later, bro. Hey, groetjes. Wij gaan lekker eten bij Dennis. Lekker zo'n lasagne bikken. Oh, dat had ik al gezegd trouwens. Hey, wat zeg jij? Lasagne bikken. Ja, Blenny gemaakt. Heerlijk. Oh. Nou, ik ga er even achter staan. Dat hoor je me vaker zeggen. Wie is dat? Ik ken Lenny. Weet je hoe ze heet als ze drugs verkoopt? Nou? Clanny. Waarom lachen? Goed. Ja, goed hè? Nou, Roy gaat naar huis chillen met zijn meisje en wij gaan lekker naar Dennis. Kijk eens even, speciaal voor de zelfgemaakte lasagne van Lenny zijn we hierheen gekomen. Hey Dennis, hoe waanzinnig was gisteren. Ja, dat is echt zo leuk. Ondanks dat ik me verschrikkelijk voel vandaag en dat ik een hele lijf van kater heb. Ik zit zo lekker in mijn vel, omdat het was zo leuk gisteren. Ja, maar dat is ook wel een record hoor. 12 uur lang lopen hard. Van 3 tot 3 zijn we aan 1 stuk doorgegaan. De eerste helft nuchter, denk ik tot een uurtje of... Ja, ben ik nog iets langer doorgegaan zo. Ja, jullie zijn naar huis gegaan, de meisje en ik gingen nog door met z'n tweeën. Toen gingen we de taxi en daarna... Wow. Geweldig, jongen. Echt leuk. We hebben alles gehad. Techno, hardstyle, in Amsterdam. Waar waren we eigenlijk? Waar was het event waar we eerst waren? We waren eerst, we zijn begonnen met Jimmy Woo. Oh, is er nog een Jimmy Woo geweest? Toen liepen wij met z'n allen naar binnen toe en toen was er opeens de dubbele hoeveelheid mensen bij Jimmy Woo. Dus dat geeft wel aan dat het erg rustig was. Ja, ja. Lekker, Lenny. Ja, heerlijk. En goede lasagne. Maar, waar waren we eerst met die hardstyle? Gewoon waar het event was? Gewoon de auto-event? Autotron, dat is de Street Castle. Ja, waar was dat? Rosmalen. Nee, Rosmalen. Oh, Rosmalen, oké. Okay. Ja. Ik ben helemaal aan het nagenieten, joh. En ja, hij heeft vandaag. Ik heb nog 11 gedraaid. Ik mocht zelfs even draaien op stage. Nou, fantastisch. Nou. Met, waar zitten we eigenlijk? Waar zitten we? Mm-hmm. België. We zitten in België. Wie is dat, je moeder? Nou, grapje. Nee, is Daan. Oh. Hoi. Oké, dames en heren, dat is dan. Wat een lekker dagje was dit. Morgen een hele speciale dag. Er is een prijs gewonnen. Waar ik jullie eeuwig dankbaar voor ben. Sta voor moeder vlog van morgen checken. Ik hoop jullie morgen te zien. Dames en heren, bedankt voor het meekijken. Hoop dat jullie genoten hebben. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dat is tot de volgende video. Later, toppers. Nou, dat lijkt dat is niet die oude band natuurlijk. Te verkopen. Het is niet van Hocus Pocus Focus. Dat ken je niet natuurlijk. Bestaat dat echt? Hocus Pocus? Hocus Pocus en Focus. Nou, ik denk dat het Pilatus pas.